Ik ben Wouter, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en dit zijn mijn huisgenoten Thomas en Luan, beide studerend aan de Technische Universiteit te Delft. Tot voor kort dachten wij dat longkanker eigenlijk een ziekte was die alleen maar voorkwam bij oudere mensen die in hun leven veel gerookt hadden. Nu blijkt dat ook jongere mensen die helemaal nooit gerookt hadden, onder andere medestudenten van ons, lijden aan sociale indicaties van longkanker. Hiervoor willen we awareness creëren. En dit doen we door op 21 mei de White Ribbon Tour te organiseren. En hier zal Thomas wat meer over vertellen. Om aandacht te creëren voor longkanker fietsen wij, een team van longartsen, patiënten en studenten, een letterlijk wit lintje door Nederland. Wit lintje staat symbool voor longkankerbekendheid in de wereld. Ook met dit evenement wordt er geld opgehaald voor de Stelvio for Life organisatie, waar mijn huisgenoot nu iets meer over gaat vertellen. De Stelvio is een berg in Italië. Hier wordt jaarlijks een evenement georganiseerd, een groot evenement. Met het team van de White Ribbon Tour doen we hier ook aan mee. Gaan we ongeveer 1500 meter omhoog fietsen. Het geld dat hiermee wordt opgehaald komt ten goede aan onder andere onderzoek voor de speciale longkankerindicaties waar ook onze medestudenten aan lijden. Iedereen met longen kan dus longkanker krijgen en niemand verdient het. Donaties voor het evenement op 21 mei zijn hard nodig. Maar ondertussen moeten we ook ons focussen op de Stelvio, want het is niet zomaar een berg en er moet nog hard getraind worden. Dus daar gaan we nu meteen weer door.